links, andere keer komt hij van rechts. Vandaag komt hij uit het midden in deze kant te pakken. Perfect. Ja, wel een klein probleempje. Dat is een kleintje. Ik had kleine elfjes echt tegen die kinderen. Maar ja, grote elf en ook. He? We voelen er alleen maar minder van. Snel gedaan. Goed jongens en meisjes, maak jezelf zo plat mogelijk. Leg je hoofd maar goed naar beneden. Want Milky hier kan wel degelijk heel laag vliegen met een beetje geluk. Zelfs dat vandaag aan jullie gaan laten zien. De melkoe, dat is het namelijk, een melkoe, die komt van nature. Dat hij uit Afrika komt vandaag ook wel een beetje warm. Dus misschien doet hij wel rustig aan. Ondertussen komen er een hoop mensen aanlopen. Jullie mogen nog snel een plekje zoeken op de tribune. Maar het verzoek om alle trappen en gangpaden vrij te houden. Dus ook de mensen die op de trap zitten, hou de trappen alsjeblieft vrij. Waar op jullie heen? Gelukkig. Oké, jongens, gaan we nog een keertje. Nog één keertje. Maar wel een kleine waarschuwing, want de laatste vlucht moet hij vaak een keertje poepen onderweg. Dus het kan gebeuren, ja. Meestal in het midden daar, met een rode t-shirt ongeveer. Oké. Milky, ben je er klaar voor? Als die, nou jongens en meisjes, op één keer zo super laag over jullie heen gevlogen komt, dan moet je maar eens even heel goed opletten. Want naast dat hij heel laag kan vliegen, zo'n uil, kan hij ook heel erg stil vliegen. En dat is belangrijk voor die melkoe, want heel snel veel wendbaar, daar is die niet. Maar door heel erg stil te vliegen, kan die dus wel heel erg goed jagen. En kan die zijn prooi ook een beetje verrassen natuurlijk. Hè? Goed, ik ga nog een keertje de goede kant op wijzen. Kijken dat hij nog één keer over jullie heen komt. En voel je wat druppelen, dat kan. Hè? Wil je dat durven, ook wel helpen. Als je dat wil, dan mag je zo meteen nog even hier blijven hangen. Maar eerst gaat hij nog één keertje laag. Goed is over jullie heen. Die kant op. Ik kan niet zien jouw behandelingen lopen niet zo. Ja, misschien groter. Misschien wil die groter. Weet het niet. We moeten af en toe Milky wat langer wachten. Het is een vrouwtje. Oké, toch nog een keer proberen. Je moet echt één keertje naar de overkant, Milky. Nee. Oké, ik heb even overlegd. Ja hoor. Oké. Okay. Heel erg goed. Ja, en die hazen die vangt hij dan vaak niet alleen, maar dat doet hij in groepen. In familiegroepjes. Daarom worden ze ook wel eens de wolven van de lucht genoemd. Omdat ze zo goed kunnen jagen. Goed, gaan we nog eens kijken of dat hij nog een keertje zo laag tussen jullie door deze kant zou komen. Hè? Even kijken. Ja. Ben je klaar voor Harry? Nog een keertje. Ja, dan gaat hij tussen jullie door. Helemaal naar huis. Oké dan, jongens en meisjes, jullie hebben het super goed gedaan. Heel groot applaus. Ja? Ben je klaar voor Harry? 1, 2. Met een kuikentje. Hoog in de lucht. Ja? Hallo? Oké? Ja? Oké, daar gaat hij dan. Wat ziek is het! Uit de lucht gegrepen en vlug weer naar beneden. Nou, eet hij dat daar zo in het zand helemaal op natuurlijk. Scheurt hij helemaal in stukjes, een hapje voor hapje gaat dat dan gauw naar binnen. Maar hij beschermt de boel wel goed en dat doet hij met zijn vleugels en zijn staart. En dat noemen wij mantelen. En het lijkt ook wel een beetje alsof hij zijn mantel helemaal eromheen gooit.
bij horen natuurlijk. Spooky is nog niet zo heel erg oud. Hallo? En die uilen die zijn altijd behoorlijk nieuwsgierig en hebben een extreem goed gehoor. En zeker op zulke drukke plekken schuren aan een boerderij. Goed, hij loopt nog snel een keertje langs jullie heen. En dan gaat ook Spooky er snel weer vandoor. Maar geef hem maar een flink applaus. Hij heeft hier waarschijnlijk de bel die naam Kerkuil aan overgehouden. Goed. En de heen. Nou, weet je wat je wel kan doen als je nou hier gaat staan, hier achter helemaal. Dit is de deksel, hè? Zie je dat? Die kun je dan in één keer wat eruit trekken, hè? En dan laat je de deksel hier. Aangespoelde vissen, hier en daar wat reptielen of wat insecten. En het voordeel daarvan is dat binnen, doe ik dekseltje erop zoals altijd. En dan gaan we door met de show. Kom, Roekie hier naar binnen. De vlees ingooien. En dan snel deksel erop. Ik kan het proberen. Even mijn handschoen uit. Oké, dus vlees erin, deksel erop. Oké, moet lukken. Blijf. Amerikaanse zeejaar, de prachtige rovo die we natuurlijk allemaal wel kennen als nationaal symbool. Hier is nu 4 jaar oud. Zijn naam is Jack. En Jack is een vogel met een spanwijdte van wel zo'n 2,30 meter. En dat is een vogel, dat noemen wij een gier. Een witkopgier. En met die 2,30 meter vliegt hij in de natuur rond in Afrika op zoek naar een lekker man. Dood. Dode dieren. Aas, kadavers. Oude mensen. Makkelijk maaltje. Perfect. Nou, hebben jullie het hier gemerkt? Jack die komt af en toe behoorlijk laag over. Als je denkt dat je moet bukken, doe dat dan ook. Want Jack gaat voor niemand aan de kant. Oké, loop ik nog een stukje verder. Gaan we aan deze kant ook eens even kijken. Zo.